Goedemorgen. U kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op de 1 november van 2017. Er is vrij veel bewolking vandaag, maar in het zuiden en midden breekt soms de zon ook eventjes door. In het noorden overheerst de bewolking echt en kan er ook hier en daar wat lichte regen vallen. De temperatuur die ligt vandaag in de ochtend zo tussen de 9 en de 12 graden. Vanmiddag komt er erbij en wordt het zo'n 13 tot 15 graden. Ook dan een zuidwestenwind en vrij veel bewolking. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Het blijft wel wisselend bewolkt. En de wind die gaat geleidelijk aan wat draaien. En die wordt uiteindelijk in de loop van de nacht westelijk. En morgen krijgen we dan te maken met een west- tot noordwestenwind. Er is af en toe zon, maar er vallen ook een paar buitjes die van noordwest naar zuidoost over het land trekken. Dus middags wordt het zo'n 12 tot 14 graden. Vrijdag blijft het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur ligt dan tussen de 11 en de 13 graden. De wind waait weer uit het zuidwesten en het is een rustige weerdag. Op zaterdag begint de dag nog met wat zon, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en dan gaat het enige tijd regenen in de middag en de avond. Het wordt dan zo'n 13 graden. Op zondag is er weer wat vaker zon.